Hallo, ik ben Roos en ik hou enorm van gezelligheid en vrolijkheid. En daarom ga ik jullie iedere dag een tip geven hoe jullie ook vrolijker in het leven kunnen staan. Ik doe dit in 4 accenten. Wat is een accent? Een accent is een manier hoe iets gezegd wordt in verschillende plekken in het land. Ze zeggen hetzelfde, maar het klinkt anders en dat noemen ze een accent. Hé, nu al? Ben ik net even lekker een film aan het kijken? Moet ik tafel gaan dekken? Palen. Ik vind het altijd stom om op te moeten houden met iets wat ik leuk vind. Maar wacht eens. Ik ga na het eten verder. Ik kan de film gewoon stopzetten. Hè? Nu al? Ben ik net even lekker een film aan het kijken? Moet ik tafel gaan dekken? Balen. Ik vind het altijd stom om op te moeten houden met iets wat ik leuk vind. Maar wacht eens. Ik ga na het eten verder. Ik kan de film gewoon stopzetten. Hè, nu al? Ben ik net even lekker een film aan het kijken? Moet ik tafel gaan dekken? Balen. Ik vind het altijd stom om op te moeten houden met iets wat ik leuk vind. Maar wacht eens. Ik ga na het eten gewoon verder. Ik kan de film stopzetten. Hè, nu al? Ben ik net even lekker een film aan het kijken? Moet ik tafel gaan dekken? Balen. Ik vind het altijd stom om op te moeten houden met iets wat ik leuk vind. Maar wacht eens. Ik ga na het eten verder. Ik kan de film gewoon stopzetten. Nou, jullie hebben allemaal verschillende accenten gehoord. Praten ze bij jullie met een ander accent dat je ook wel eens bij Hallo Thuis wil horen? Laat het me weten, dan neem ik dat in een van de volgende uitzendingen mee. Want voorlopig kom ik elke dag met positieve tips in allerlei verschillende accenten. Dus wil je een ander accent horen, stuur dat naar hallothuis@philadelphia.nl of stuur een WhatsAppje naar onderstaand nummer. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Tot morgen en positief blijven, hè?